Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Mokro Insight. Voordat ik jullie mijn gasten ga voorstellen, eerst even die duimpjes. U kunt al beginnen, hè? 1 duimpje, 2 duimpje, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dat kan omhoog, omhoog. Abonneren. Abonneren. Ik zeg abonneren. Oh, dat heb je al gedaan. Sorry. Geef het dan door aan de buren, aan de vrienden, opa's, oma's, familieleden. Iedereen. Ik heb die 500 abonnees nodig, want dan kunnen we beginnen aan de voetbalquiz. Jongens, we gaan beginnen, want er is zoveel nieuws. Ik zeg een Mootje Iataren. Ik zeg een Arjan Robben. Ik zeg een bondscoach Nederlands elftal. Ik zeg een Oussama Idrissi. Vergeet ik iemand? Je ne sais pas. Wat ik wel kan zeggen, jongens, ik stel jullie voor aan mijn gasten. Diep adem, want dit zijn echte gasten, jongens. Mag ik jullie voorstellen? Nordin, Youssef en Mustafa. Salam, heren. Goedenavond. Goedenavond. Jongens, laten we beginnen met een debutant in de Eredivisie. Suhaib Driouech. Hebben jullie hem gezien? Zeker. Ja, ik ook. Ik speelde tegen Willem II, mijn club. Ik ben nog steeds chagrijnig op hem, maar ja toch, 18-jarige jongen. Laten we hem meteen bijhalen. Suhaib, salam. Hi, salam. Ja, afgelopen zaterdag je debuut in de Eredivisie. Ja, klopt. Het was niet zo fijn, want je won van Willem II mijn clubje, maar dat vergeef ik je. Hoe was het? Ja, het was een mooie ervaring om op het veld te staan en zo mijn debuut te maken sinds de eerste minuut. Dus ja, was echt top. Je zou niet beginnen eigenlijk, hè? Nee, ik zat eigenlijk op de bank. Maar Mitch van Bergen die haakte af op, in de warming-up. En toen moest ik er staan. Hoe krijg je zoiets te horen? Ja, wij zetten een beetje hoog te houden. Want we waren wissel natuurlijk. We zetten een beetje aan het hoog houden. Toen kwam de trainer naar me toe. Hij zegt, maak je maar klaar. Je komt erin. Maar ik had nog helemaal geen warming-up gedaan. Dus had ik snel even warming-up gedaan. En toen een paar keer geschoten op goal. En toen... ja, klaarmaken voor de wedstrijd. Had je familie in de tribune? Ja, mijn vader die bijna altijd komt. En mijn oom was er ook. En mijn neefje. En twee vrienden. Ik had eigenlijk gezegd niet van jou gehoord, maar ik ging even kijken. Je zat vorig jaar in A1 gewoon, hè? Ja, klopt. Bijzondere stap. Zag je het aankomen? Nee, niet zozeer. Ik zag het niet aankomen, maar ik heb er wel keihard voor gewerkt. En natuurlijk, het is gewoon een droom, een doel die je wil behalen. En ja, ik heb het best wel snel al mijn debuut gemaakt. Heel snel? Ja, dat is alleen maar mooi. En als 70 minuten volgehouden, toen was het pijp leeg, hè? Ja, klopt. Want ik heb ook niet heel veel in de voorbereiding gespeeld. Ik heb misschien... Ik had tegen PEC Zwolle met eerst dat ik ook een keer een hele wedstrijd gespeeld. En één keer nog met onder 21 een hele wedstrijd. Voor de rest eigenlijk alleen maar ingevallen. Wat zei de trainer, Jansen, na de wedstrijd tegen jou? Ja, hij was natuurlijk gewoon super trots op me dat ik gewoon gevochten heb voor het team. En hij was gewoon trots. Je komt natuurlijk van de club Heerenveen. Als we moeten denken aan de Marokkaan die succesvol is geweest, onder andere bij Heerenveen en nu vooral wereldwijd, Hakim Ziyech. Is dat een voorbeeld voor jou? Ja, niet zozeer een voorbeeld, maar hij is natuurlijk wel een hele goede voetballer. En wat moet ik zeggen? Een topvoetballer. Ik denk dat iedereen wel zo'n carrière wil hebben als hem. Ik heb bij mijn Nordin, Mustafa en Youssef, de andere analisten. Jongens, yes. Heb je nog vragen voor onze toekomstige... Ja, international. De vraag is voor welk land?
Even kijken, ja, ik ben benieuwd. Hoe vond je het zelf gaan, Soeb, gisteren? Of eergisteren, sorry. Hoe ik het zelf vond gaan? Nou, het was natuurlijk best wel spannend. Om voor de eerste keer in de stadion te spelen met 4000 man. Maar ja, ik vond in aanvallend vond ik wel dat ik ja, wat minder was. Ik denk dat ik wel veel beter kan aanvallen qua acties en 1-tegen-1 opzoeken, acties voorzet, schieten. En dat heb ik een beetje gelaten. Ik denk dat het meer door de spanning kwam. Maar qua verdedigend en echt vechten voor het team, wat zaterdag ook centraal stond bij ons. Ik denk dat het wel gewoon goed is gegaan voor de rest. Ja, dat zag ik wel. Je liep heen en weer de hele tijd. Je positie was rechts buiten, toch? Ja, klopt. Ja, dus echt ouderwetse, weet je toch, wat je betreft. Ja, klopt. Ja. Klopt. En aan de andere kant was Noordin zijn oogappeltje Dries Saddiki. Dus jammer dat je niet tegen elkaar stond eigenlijk. Af en toe was je wel aan de linkerkant. Ja, maar ik had je niet zo vaak gezien aan de linkerkant. Maar dus nee, wel... Ik had hem wel eventjes nog gesproken in het veld, heel snel. Hij zei, ben je Marokkaan? Ik zeg, ja, jij? Hij zegt, ja, ook. Leuk. Leuk, man. Ja, dat was dat dan. Leuk. Vertel eens over jezelf, Soeb. Waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid? Hoe ben je bij het Heerenveen terechtgekomen? Nou, ik ben Soeb Driewers. Zoals jullie nu wel een beetje weten. Ik ben 18 jaar. Ik ben geboren in april. Geboren in Beverwijk, opgegroeid in IJmuiden. Gevoetbald bij Stonevogels, is mijn 3,5, voetbalde ik daar al. En ja, zo eigenlijk altijd wel gevoetbald. Tot aan tiende denk ik dat ik bij Ajax Talentendag had, bij de laatste vier was gekomen. Daarna nog bij AZ, een ja, soort, hoe noem je dat, voetbalschool. Mm-hmm. Dat was ik ook met Mohamed Tabouni ook, in die lichting. Mm. Was ik daar ook. En ja, maar natuurlijk is het niet echt iets wat geworden, helaas. Maar 2 jaar op rij was ik opgeroepen door de KNVB. Eerste jaar was het ook nog niet opgeroepen voor andere clubs of zo. Maar 2e jaar was ik wel stageperiode aangevraagd bij, hoe heet het ook weer, bij SC Heerenveen. Die kwamen naar me toe. En toen kwam ik hier stage lopen. En ja, eigenlijk na een paar keer trainen wilden ze me wel erbij hebben. En hoe oud was je toen? Toen ik hier stage liep, toen was ik 13 jaar. Oké. Okay. Ja. Al 5 jaar in de opleiding. Ja, 4 jaar. Ik bezit hier nu sinds, ik denk 8 augustus 2016, als ik het goed heb. Ja. Nou, dat is wel gedaan, de Witte Eredivisie. En je heet Driewers van je achternaam, hè? Ja, klopt. Kom je daar ook vandaan? Nee, dat helaas niet. Ik kom uit Burkijn. Oh ja, oké. De sinaasappel. Weet je wie ook uit Burkijn komt? Dat er een man vast zit in die sinaasappel binnen? Wat zegt u? Er zit een lasser vast in die sinaasappel binnen. Wist je dat? Nee. Het is een Burkijn geintje, die komt later wel uitleggen. Oké, ja, nee, die ken ik nog niet. Je weet dat er een sinaasappel is in Burkijn, op die rotonde. Ja. Maar die was een keer kapot, dus iemand moest hem lassen, maar die mag niet binnen zitten. Ging hem dicht laten. Nul, dat mag nooit van gehoord. Nee? Kom nog bij, je bent pas 18. Sorry, wat zijn de doelen voor dit seizoen? Wat kunnen we verwachten van jou? Ja, mijn doelen van dit seizoen is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mee trainen met het eerste. En ja, het zou top zijn als ze me vaker meenemen naar wedstrijden natuurlijk. Maar ik denk dat mijn focus toch bij onder 21 ligt om daar gewoon het uiterste uit te halen. Nou, super. We gaan je sowieso in de gaten houden. En ik zou zeggen, heel veel succes. Het zou toch mooi zijn als je dit seizoen nog 9 wedstrijdjes meepikt. Zeker. Jongens, anders nieuws. Mustafa, jouw plaatsgenoot, jouw wijkgenoot, Mohamed Ihattaren. Hij zat verrassend op de bank. Hoe keek jij daarnaar? Ja, ik denk dat voor iedereen verrassend was natuurlijk. Omdat hij voor dit seizoen de grote belofte was. En dat de verwachtingen ook hoog waren gespannen. Maar goed, wij weten niet wat er op de trainingen gebeurt. We weten ook niet hoe de relaties met de coach.
En de coach meende dat het beter was om zonder hem te beginnen. Maar ik was enorm verrast inderdaad. En ik ben ontzettend benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Want ja, wat we natuurlijk niet willen, als ik voor mezelf mag spreken, is een herhaling van het Frank de Boer Munir Hamdaoui scenario. Dus ik hoop dat Mohamed Amin hier beter uit gaat komen. Jozef, maak jij je zorgen? Nee, niet echt. Nee. Ik heb ook na de wedstrijd. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Maar ook na de wedstrijd, als je praat over de coach, hij was heel gewoon nuchter daarin. Weet je, hij zei ook van, weet je, we hebben elkaar gesproken. Het was heel snel, hij heeft het gewoon heel snel goed gemaakt. Ze hebben het heel snel goed gemaakt met elkaar. Maar aan de andere kant, PSV was gisteren echt goed. Speelde gisteren echt, echt mooi voetbal. Dus het kan ook wel, ja, zo zijn dat hij misschien niet gaat spelen. Puur omdat ze gisteren echt goed speelden. Dus dat bedoel ik mee. Aan de andere kant maak ik me geen zorgen, ja. Puur om de relatie tussen hem en de coach. Maar aan de andere kant, qua gisteren de wedstrijd PSV, was een heel mooie wedstrijd. Dus. Nordin, we horen en het blijkt ook, en hij heeft zelf natuurlijk ook toegegeven dat hij problemen heeft met zijn gewicht, zeker na vakanties. Het schijnt dat hij 8 kilo te zwaar is. Ik hoor ook van jongens die hem kennen of die hem zien, ja, dat ze hem vaak 's nachts tegenkomen in een shawarma tent of een eettent. Niet gezond, niet, geen topsportmentaliteit. Is dat een probleem? Ja, zeker een probleem. Probleem. Kijk, Marcel Goedhart zal niet blij met me zijn. Maar als hij een tijdje op de bank zit, dan is het aannemelijker dat hij niet wordt opgeroepen voor Oranje de komende periodes. Dus van echt problemen kun je niet spreken. Ik denk dat het ons als fans... Ja, ik zou het niet erg vinden, even een halfjaartje op de bank, jongens pas 18. Dat hij dan even bijdraait en toch voor Marokko kiest. Maar over dat eten gesproken, ja, het is wel een dingetje. Ik bedoel, als je 18 bent, dan hoor je niet te zwaar op de training te verschijnen, op eerste training of überhaupt na de zomerstop. Je bent 18 en dan moet je eigenlijk gewoon gedisciplineerd leven. Ja. Dan, dat heeft ook, zeg maar, ik weet niet, woont hij nu met zijn moeder? Ik denk het wel, ja. Ja, dan moet daar ook een beetje gewoon op basis van zijn schema worden gekookt, denk ik. Ja. Weet je wel, ga aan de broccoli en niet aan de shawarma, want je ziet het. Je krijgt nu al disciplinaire sancties en allemaal dingetjes waar je eigenlijk wat je had kunnen voorkomen. Ja. Maar mag ik even snel? Want dit lag niet aan, volgens mij aan zwaar. Dit probleem lag na KNVB, na de wedstrijden. Hij was zagrijnig van de Interlands dat hij niet speelde. En, hij heeft niet goed getraind, dus het kan van alles zijn. Precies, ja. Ik kan me zo voorstellen, Schmid is een trainer die veel high-intensity trainingen doet. Dus veel druk zetten, veel lopen. Ik kan me best voorstellen dat hij af en toe een paar keer verzaakt, omdat hij chagrijnig is. Ja, en dan krijg je een discussie. Misschien is het ook te zwaar voor hem, hè? Dat sowieso, want ik zag gisteren, hij viel in. Je ziet gewoon, hij is niet fit. Dat zie je gewoon. Ja. Je ziet gewoon, op een gegeven moment maakt hij een loopactie met de bal. Was een duel met... Een duel, eerst tegen die linksback volgens mij, van Groningen. Ik weet even niet meer wie het was. Maar je zag gewoon, Iatane van een half jaar geleden, die was er zo voorbij gelopen. Dus, weet je, of je nou 18 bent of 20, zelfs wij merken als we 8 kilo te zwaar zijn om 8 kilo licht te zijn, dan merk je meteen. Ja. Zeker. En zeg maar, het probleem van het hele verhaal is, als je weet dat je aanleg hebt om te zwaar te worden, je hebt er nu in je carrière, in het begin van je carrière last van, nou, dat belooft dus op de toekomst, hè? Hmm. Ik hoor even een dubbele geluid ergens op de achtergrond. Mustafa, wat denk jij? Wordt het snel uitgesproken, staat hij volgende week weer in de basis? Of... Wat Yusuf ook al zei, PSV speelde redelijk goed. De aanvallers voorin speelden ook redelijk goed. Moet hij nog even bankie? Nee, mijn verwachting is wel dat hij op korte termijn weer gewoon deel uit gaat maken van de basiself. Maar wat ik er wel aan wil toevoegen is dat wij Marokkaanse supporters vaak de neiging hebben om talenten te vaak op te hypen. Hè, en er een grote hype van te maken. Maar... laten we er gewoon even kijken hoe die jongen zich gaat ontwikkelen. Ja. En ja, dat verwachtingspatroon van dat er hele grote dingen voor hem in de toekomst dat voor hem zal zijn. Dat,
ja, dat zullen we zien. Dat weet je nu nog niet. Hij kan goed voetballen, maar weten niet hoe het uitpakt. En ik vind ook dat wij supporters ook veel te gestrest daarop reageren. En met name Muntig heb supporters van, ja, moet voor maar opkiezen. Of die moet, hè? Ja, je weet niet waar hij over 2 jaar zit. We hebben, Nordin en jij natuurlijk ook, we volgen dit elftal al 20 jaar. En we hebben al 690 van dit soort talenten rond zien lopen. En waarvan het gros het niet eens gehaald heeft. Ja. Dus ik dacht niet dat hij het niet haalt, maar ja, wat meer nuchterheid zou denk ik wel prettig zijn. Ja, wat je zegt is terecht. Het probleem is natuurlijk, wij zijn niet de enige die hem hypen. Dat doet Nederland ook. Hij zit al in Nederland zelf al. Er waren natuurlijk vraagtekens, heeft hij dat wel verdiend? Die vraagtekens heb ik eigenlijk ook. Ik bedoel, hij heeft van september tot met december heeft hij goed gevoetbald. Na de winterstop heeft hij gewoon niet goed gevoetbald. PSV was ook niet goed. Daarna kreeg je corona. Hij zat nu toch weer wel bij de selectie. Dus ook vanuit Nederlands perspectief. En of dat nou is omdat ze hem graag bij Nederland willen betrekken. Of omdat dat nou is omdat hij het verdient. Daar kun je vraagtekens bij zetten. Ik denk het vraag me af of hij... Even een vraagje voor jullie hoor. Vraag me af als hij Bert van der Meer zou heten. Of hij dan ook oproepen zou zijn. Nooit. Dus daarom. Dus dat de hypocriete komt ook vanuit Nederland. Ik hoop wel dat hij gewoon... want zijn broers begeleiden. In ieder geval dat kijk, mentaliteit staat op 1. We hebben Bakali gezien. We hebben Labiat gezien. Die is inmiddels een omweg. Is hij wel weer teruggekomen waar hij hoort te staan. Maar ik weet zeker als hij in die periode de juiste keuze had gemaakt. Zou hij nou bijvoorbeeld bij AC Milan, Inter, whatever kunnen voetballen. Ik hoop wel dat zijn omgeving hem duidelijk maakt van... Weet je, je bent goed. Maar weet je, als topsportmentaliteit moet je ook gewoon mentaal gewoon sterk zijn. De voeding is belangrijk. Je zegt nu wel iets belangrijks, Nordin. Sorry dat ik je onderbreek. Je zegt net van, zijn broers begeleiden hem. Maar als je dan tegelijkertijd, van wat ik nu net hoort dat hij 's nachts in de shawarma tent te vinden is. Ja, wat voor begeleidingen doen die broers dan aan? Ja, nee, dat klopt. Dus gewoon, ja, hij gaat dan met zijn vrienden, of het nou in Osdorp is, hoorde ik, of in de Utrecht, Kanaalstraat. Ja, ik vind als jij profvoetballer bent, ja, hoor jij daar niet te zijn 's nachts. En zeker niet eten. Kijk, een keertje een avondje, maar niet, weet je, geen, weet je dat buiten eten, ja, wij mogen dat. Maar wij hebben onze sporen al verdiend. Maar als je zo jong bent en je hebt de toekomst, een gouden toekomst, dan moet je echt gewoon... Want ik wilde zeggen, ik heb hem daar 's nachts niet gezien, maar dat komt vooral omdat ik daar niet ben. Nee, daarom. Jongens, volgende, Ajax. Ja, vond ik mooi, Labiat en Mazraoui allebei in de basis. Nooit had je dat verwacht? Dat ze in de basis zouden starten? Jawel. Kijk, Labiat heeft gewoon een hele goede voorbereiding achter de rug. Heeft volgens mij uit mijn hoofd 5 keer gescoord. Op een voor hem toch wel vrij nieuwe positie. Dus ik zou het eerder verrassend vinden als hij niet opgesteld werd. En ik vind ook dat Dest de afgelopen maanden, dus ook nog wel het einde van het seizoen van vorig seizoen meegeteld, niet in zijn beste doen was. Mazraoui daarentegen degelijk. Dus dat die twee zouden starten, dat heeft me niet verrast. Mustafa werd na een half uur gewisseld. Snapte jij die wissel? In ieder geval dat hij werd gewisseld? Nee, want Labiat is een multifunctionele speler die op meerdere posities zijn de voeten kan. Hij kan aanvallend op het middenveld spelen en ook aan de buitenkanten. Dus als er 1 speler was die ik er niet uit zou halen, dan zou het Labiat zijn. Maar ik denk wel dat hij de volgende wedstrijd er gewoon weer in staat in de basis. Hoor. Dus dat vertrouwen zal Ten Hag hem ook wel geven. En mijn inschatting is dat Ten Hag ook het type is dat er niet meteen van af gaat stappen. En ook aan de lichaamstaal zag je ook wel dat Ten Hag het ook vervelend vond dat hij hem eruit moest halen. Ik had het wel voorspeld dat hij eruit ging. Oh, ja, jij wel. Hè? Ik ook. Want omdat dat is de makkelijkste keuze. Want hou je voorgangssnelheid met die Braziliaan. Anthony. Daar is wissel je natuurlijk niet. Plus, als je Labiat er niet uithaalt, dan moet je dus... Ik zat ook te denken, ja, je zou in principe... Zou je... kijken. Promes. Hè? Promes had gekund. Ja, maar die wissel je niet. Sneller. Je hebt snelheid ook. Je hebt snelheid. Ja. Ik zat te denken, als je iemand dan wisselt, dan wissel je een middenvelder. Ja. Gaat hij terug naar het middenveld. Maar Promes heeft middenvelder gespeeld, hè? Ja, klopt, gisteren. Dat weet ik, maar wel meer op 10. Ja, maar was ook niet dat je dacht van, het is goed dat hij hem heeft laten staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar dat lag wel aan, het was gewoon een slechte wedstrijd, maar dat lag ook aan de
Sorry, Noorin. Ik weet dat Sparta jouw club is. Ja. Kunstgrasveld kan echt niet meer, hè? Nou ja, het heeft ons nu wel die goal gekost, hè? Want volgens mij die stuit... Zo op natuurgras niet, tot een doelpunt hebben geleid. Nee, dat deed hem makkelijk een beetje. Die van Leer had hem echt moeten hebben. Ja, maar dat heeft hij zelf ook toegegeven. Alleen ik heb daar niks aan, weet je wel. Het kost mij 2 punten als supporter. En aan het eind van de rit zijn ze misschien heel duur, hè? Ja. Ik heb echt gisteren wel flink de pest erin gehad. Ik heb na afloop heb ik Haroui nog gesproken. Van jongens, weet je wel, wat is dit? Jullie kunnen een uur geen vuist maken. En ook hij vindt dat er wat bij moet komen. Dat er gewoon versterkingen nodig zijn. Want je kan aanvallend geen vuist maken. Een uur lang speel je met 11 tegen 10, hè? Ja. En deze gaf ook aan, sorry, dat Sparta het moeilijker had tegen 10 dan tegen 11. Ja, dat is klopt. Klopt. Want op het begin waren ze echt meer aanvallender. En op een gegeven moment, ik weet niet of het kwam, want Ajax speelde gewoon hetzelfde eigenlijk. Met 10 man of met 11 man. Ja. Want ze hetzelfde een beetje spelen. Het gaan maken een beetje. Ja, ja. Toen heeft ze daar gewoon de spelers niet voor, op een of andere manier. Ja, geen spelverdeler hebben ze niet. Nee, de laatste Marokkaan die we niet genoemd hebben, of de laatste twee, zijn Rijhi en Aouassar. Ik denk dat vooral Aouassar heel goed heeft gespeeld gisteren. Ja. Maar ik herken ook weinig van Rijhi. Van de topper die die was, zeg maar, voor de winterstop vorig seizoen. Ja, ja, klopt. Ik weet ook niet waar het aan ligt, maar... een spits. Ik zag geen spits daar, echt ja, we hebben de drie geprobeerd. Lennart T, Emega en Gravenberg. Maar was niks. Allemaal niks. Echt nee. Niks aan. Ja, maar jongens, laten we even geduldig zijn. Hè? Want wat je ook in andere sporten ziet en ook in het voetbal. De spelers hebben echt een hele korte voorbereiding gehad. Hebben niet echt iets op kunnen bouwen. En daarnaast, ik had het met Nordin hiervoor ook over de Tour de France. Je ziet echt ook bij die renners de sporters die tijdens de coronaperiode goed hebben doorgetraind en het hebben vastgehouden, die blinken nu uit. Ik denk dat het ook in het voetbal zo is. De sporters die in de coronaperiode het wat moeilijker hadden, die hebben misschien wat meer tijd nodig om op gang te komen. Normaal gesproken hebben ze een voorbereiding van zoveel weken, vriendschappelijke potjes, en nu moesten ze gelijk weer aan de bak. Dus hopelijk dat voor die spelers dat die dan over een maandje of zo nog op gang komen. Ja. Kan ook, toch? Ja, kijk, en wat voor Sparta nog telt. We hebben vorig jaar Veldwijk, Halil Dervisoglu en Ragnar Ache verkocht. De drie spitsen. Daarvoor hebben we eigenlijk alleen T. Gravenberg en Reda Gersoes gehaald. Ja. Maar Reda Gersoes heeft nog geen minuut gespeeld en die is al nog twee, drie maanden uitgeschakeld. Dus, dat is ook een probleem. Voor de nieuws eigenlijk wat mij het meeste toch al pijn deed, Robben. Ik keek echt uit naar zijn debuut na zoveel jaar in de Eredivisie. Waarom? Nou, een van de grootste spelers ooit, dat durf ik echt te zeggen. Zeker als hij fit was gebleven in al onze jaren, dan had hij echt gewoon in het rijtje, misschien wel iets ronder, maar Messi, Ronaldo, dat niveau had hij zeker. De jongen komt terug naar zijn clubje, gewoon een boer die lekker bij Groningen, heerlijk. Ja. En dan pats na een half uur. Kijk je daarnaar... Pijnlijk. Ik zag het moment, ik heb naar die wedstrijd gekeken. En je zei net over Ihattaren dat hij op een gegeven moment die speler niet meer langskwam, die linksback. Dat zag je bij Robin ook op een gegeven moment. Hij gooide zijn lichaam er niet meer voor bij die laatste actie. Die sprint was niet voluit. Toen dacht ik al van ja, en een seconde later ging hij liggen. Ja. Maar hij is ook meteen naar huis gereden. Ja. Dat wordt wel een dingetje, zeg maar. Want je hoort nu al mensen, Valentijn Dries, Leo Dries, alle twee volgens mij. Valentijn, meteen stoppen. Ja, ik verafschuw dat soort commentaar. Ik denk van, weet je, zo arrogant stoppen. Ik bedoel, dat bepaalt hij toch zelf. We moesten van, hoe kijk jij ernaar? Naar zijn terugkeer. Ja, hij is inderdaad gisteren naar huis gereden. Maar ik heb ook beelden gezien dat hij vandaag weer meteen naar de club is gekomen. Dus hij wil ook weer terugkomen. Voor de club is het geweldig, maar ook de uitstraling die hij heeft als aanvoerder. Dat je echt zoiets hebt van, oké, hier komt Groningen aan. Ja, daarnaast is het voor die club alleen maar beter als hij erbij is. Dan telt dat al mee en laten we hopen dat hij fit blijft. Qua spel ben ik misschien niet helemaal met James Norden. Hij heeft denk ik wel alles eruit gehaald. Gewoon puur omdat hij denk ik een geweldige mentaliteit heeft. Maar van de grote vier, Robben, Van Persie, Van der Vaart en Sneijder, ben ik toch wel het meest gecharmeerd van Sneijder.
Ja? En Van Persie had ook hele mooie momenten, absoluut. Daar ben ik ook, ook gecharmeerd van Robben ook. Maar Sneijder had wel iets speciaals. En ik denk dat Sneijder, als hij het maximale eruit had gehaald, dat hij echt wel heel dicht bij Messi en Ronaldo is gekomen. Okay, maar misschien komt het omdat het een Utrechter is. Hè? Mustafa is team Sneijder. Noorden, jij bent team Robben. Ja, Youssef? Ja, ook Robben. Robben is... ja, van hun vier bedoel je? Of van Sneijder en... Ja, van hun vier, ja, is het allemaal andere posities. Is een beetje lastig te zeggen. Nee, ik ben ik wil een naam horen, Youssef, kom op. Is lastig. Ik wil nu een naam horen. Als je me vraagt van Persie en Robben aanvallers, dan heb ik liever Robben. Weet je, dreiging, continu dreiging. Maar wie zou je het liefst in je team willen? Je hebt een team en één van die vier mag je een team opstellen. Nee, weet ik, het is moeilijk. Is ja, Robben dan misschien puur om de aanval? Ik dan zeg toch Robben. Eerlijk. Mijn top 2, dat zijn 1 van Persie en 2 van de Vaart. Dat vond ik bij veel betere voetballers. Ja, maar het gaat niet om betere voetballers. Kijk, het gaat niet om betere voetballers. Robben, nou, Robben is sowieso 10 keer beter dan Van de Vaart. Alleen met zijn... Nee, man. Kijk, Van de Vaart is echt een goede voetballer, hè. Van de Vaart heeft een probleem. Is dat hij Sylvie Meijs en Sabia en dat soort bullshit. Ja, maar dat komt er ook allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Ja, tuurlijk. Nee, maar jij praat nu toch ook over als... Van Robben nooit geblesseerd was. Nee, maar, dat is wat anders. Kijk, blessure kun je niks aan doen. Ja, maar mentaliteit had je misschien ook iets aan kunnen doen. Ja, maar daar kun je iets aan doen aan mentaliteit. Jij kiest ervoor om gezond te eten of 2 shawarma's te eten. Jij kiest ervoor om met vrouwen de nacht door te gaan. Ja, als jij uit het woonwagenkamp komt en er komt ineens Sylvie Meijs langslopen, dan weet je het wel, hoor. Ja. Dat heeft ze er ook niet aan gehad, Sylvie Meijs. Nee, qua techniek vond ik die 2 echt een stuk beter dan die andere 2. Eigenlijk echt puur technisch. Van de Vaart is wel een mooie techniek. Alleen kijk, Van de Vaart heeft het heel kort volgehouden aan de absolute top. Heel van de Vaart had gewoon langer bij Spurs moeten blijven achteraf. Ik stuur jullie wel even een seizoen met de hoogtepunten van het jaar 2010. De treble van Inter Milan en het WK 2010. En let top. Even op de paasjes van Sneijder. Toen past ook alles, hè? Dat was top. Maar ook voor Sneijder geldt hetzelfde. Robben heeft jarenlang bij Bayern München onbetwist baasspeler, onbetwist top. Ik bedoel, ook Sneijder heeft het maar kort voorgehouden. Is op een gegeven moment naar de strijd gegaan. Maar Robben komt uit Groningen. Ja, nee, maar ja, dat klopt. Dus dat heeft misschien ook mee te maken. Of uit Bedum, om precies te zijn. Ja. Dat heeft er alles mee te maken. Dat denk ik ook. Gisteren, ik vond hem ook echt jammer dat hij er snel uitging. Maar hij gaf niet 100, hè. Hij zakte ook niet mee met de linksback. Hij liet hem gaan. Dus toen die andere erin kwam, dus dacht ik ook, eigenlijk is het wel beter voor Groningen dat die andere erin was gekomen. Puur zodat ze 11 tegen 11 spelen. Weet je, continu. Het probleem van Rob en dit Groningen is, hij heeft echt een bizar slecht elftal. Echt, Mohan Koudi is een goede voetballer. Ik snap trouwens niet dat El Masoudi, ja, het is weer Marokkaan, dus mensen zullen zeggen, ah, dat is die pro-Marokkaan weer. Maar ik vind die El Masoudi een goede voetballer, ik snap niet dat hij niet in de baas staat. Ja, maar Tissou is goed ook, hè. Die Tissou. Die andere jonkie van de kraan of waaraan. Ja, ja. Ik vind ze hebben gewoon een zwak team. Ze hebben een zwakke achterhoede. Klopt, maar alsnog, je kan altijd nog steeds wat je hebt. Hij zit in een andere positie. Het is geen Sneijder die echt buitenspelers weg moet sturen en ze blijven staan. Ja, maar hij moest juist ballen krijgen. Maar ja, krijg maar een ballen. Nee, maar kijk, gisteren was het tegen PSV. Is echt lastig. Weet je, je wordt continu vastgedekt. En vooral als jij niet helemaal echt. Want hij voelde zich volgens mij ook niet helemaal 100, denk ik. Als je vanaf het begin niet continu druk zet en zo in zo'n wedstrijd, dan voel je je volgens mij niet helemaal goed. En uiteindelijk, als jij de bal hebt, ben jij degene die dreiging moet opzoeken. Hij wou een keertje 1-2 maken met de spits van Groningen. Hij gaf hem achter hem. Ja. Weet je, en dan gaat hij toch wel zeur op hem, want dat was het zijn fout was. Weet je wat ik zeg maar jammer vind? Ik zie dat hij hem heel langzaam heeft gebracht in de voorbereiding. Dat hij een keertje in de basis begon en precies na 30 minuten eruit ging. En dat soort dingen, dat alles een beetje, dat hij de eerste training niet helemaal heeft meegemaakt. Alles op zijn eigen tempo. Alleen het zure ervan is dat die loting heeft bepaald dat ze beginnen tegen PSV. Dat is ook een oude ploeg voor hem. Dus hij heeft het eigenlijk een beetje geforceerd om tegen PSV te beginnen. Ja, om het dan te laten zien. Liever eigenlijk ingevallen de laatste 20 minuten. Ja, maar dat kan dus niet met iemand van zijn statuur, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar begon Groningen de eerste wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dan had hij misschien zelfs helemaal laten schieten, weet je wel.
Ja, het was iets te vroeg, dat kon je ook zien. Kairouz, Atil, wat zegt jullie dat? Ja, ik ben blij dat hij speelt. Dat hij nu momentjes pakt. En definitief bij de A-selectie zit. En hij is 17 toch? Of 18? Nog net 18. 17 volgens mij. Ja. Maar volgens mij heeft hij wel eens voor Marokko gevoetbald, hè? Jong Marokko, ja. Ja, ik denk dat dat misschien het leukste aan het hele verhaal is. Sowieso. Dat je maar half binnen hebt. Anders zaten we niet op een pad nu. Ja, Moes kijkt bedenkelijk. Nee. Ja, ik zeg al 100 keer, er moet gewoon naar de Marokkaanse competitie zelf moet gewoon een keer talent komen. De Nebits en Tahar Lugluj en weet ik veel, en Sabir en Hedrewi en noem maar op. Ja. Dat soort types hebben we weer nodig. En niet dat, dat de supporters... Weet je wat het is, Mustafa? Weet je wat het is? Die gasten die jij nu allemaal opzomt, die waren op hun 20ste al weg. Ja. Wel, die waren heel vroeg naar Europa toe. En... Klopt, en het probleem is, want dat hoor ik dan weer, en ik volg Bottola niet super goed, maar ik hoor wel, er zijn wel wat talenten, maar die spelen dan nooit. Juist. Ja, dus als je talentvol bent en je speelt nooit, ja, dan kun je ook nooit echt doorbreken. Nee, en er is niet echt een beloftecompetitie met structuur, weet je wel, Dat soort dingen. En wat je dan ook hebt, je hebt bijvoorbeeld nu een hele goede speler bij Luida, die is al 6 jaar goed, Walid Lekarti. Ja. Maar waarom mag hij niet weg? Weet je wel? Of waarom kiest hij ervoor om te blijven? Hij is nu waarschijnlijk 25, is te laat, weet je wel? Later. Ja. Dus, ja, maar het gevolg is dat we dat de supporters nu steeds weer overgeleverd zijn aan jongetjes van 16 of 17. Die het totaal niet boeit wat het Marokkaanse elftal is of wat dan ook. Ik heb ook wel eens spelers geïnterviewd die niet eens wisten in welke pool Marokko zat en wie de tegenstanders waren. Dat boeit ze echt niet. En door dit, doordat er dus uit de eigen competitie geen jongens doorbreken. En dan hebben we het nu over Kairouz, of hoe heet ik? Ja, Kairouz, Atil. Ja, en dan heb je ook nog een Brahim Diaz. En dan hebben we ook weer een half, ergens weer een half Senegalees rondlopen die nooit in Marokko is geweest. Ja, sorry hoor, maar dit kan echt niet. Nou, maar weet je wat het is? Kijk, sowieso, de Marokkaanse vrouwen die zijn goed vertegenwoordigd, zeg maar, in de wereldliefde. Ja. Je kan overal een Marokkaanse spelertje kan erop duiken, dus dat is allemaal prima. Alleen, ik ben het met je eens, maar wat je dan moet hebben is dat er dus een structuur is à la Academie Mohammed 5 of 6, die nu zorgt voor dat de jonge spelers al op jonge leeftijd vanuit Marokko naar Europa gaan, weet je wel. Maar een samenwerking met Malaga, met andere ploegen. Laat ze maar, weet je wel, vanuit Marokko naar Europa, dat ze leren wat profvoetbal is. Ja. Met Sparta. Ja. Maar ja, dat is het probleem van een club als Sparta. Die moet dan weer Afrikaanse salarissen betalen. Ja, die moeten buiten. Ja, dat is het probleem van Nederland. Kijk, in België hoeft dat niet. Nederland heeft een regel, je moet het gemiddelde betalen van het salaris. En omdat Ajax de laatste jaren zoveel betaalt, is dat gemiddelde nu zit nou op ongeveer 4,5 ton. Ja, klopt. Niemand gaat 4,5 ton betalen voor een speler waarvan je niet eens weet of je het gaat halen of niet. Ja. Het is wel zo, als je 18 of 19 bent, dan is het nog de helft, hè? Ja, is dat zo? Ja, dan is het volgens mij nog 2 ton. Maar als je zodra je 21 bent of ouder, dan wordt het inderdaad die 4,5 ton. Okay, ja. Ja. Nee, maar weet je, ben je het niet met me eens, Moes, dat je dan zeg maar die spelers vanuit Marokko, à la Nseri, à la Mendil, dat je ze al vroeg naar buiten stuurt? Want daar leren ze voetballen. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En de voorbeelden die jij noemt zijn ook echt lichtpuntjes wat dat betreft. Dus... We kunnen daar zeker optimistisch over zijn. En hopen dat het andere gevaar, de rijke clubs uit het Midden-Oosten, die talenten dan wegpikken. Waar ook grote talenten door zijn verpest. Ook Europese Marokkanen zoals Berada, waar ik echt heel erg gecharmeerd van was. Dus het is ook niet makkelijk, dat snap ik. Maar als we dan weer steeds over die halve Spanjaard of half Frans of half Senegalees of half Madagaskar... beginnen te praten, dan word ik daar wel een beetje moedeloos van. Maar ja, misschien komt het ook doordat we al 20 jaar moeten hebben. Nou ja, maar weet je wat het is? Ja, soms is het wel een meerwaarde, die halfjes, weet je wel? Zo'n C's ben ik wel blij mee. Ja. Want die discipline, weet je wel, dat is gewoon van zijn Franse kant. Vandaag gescoord, hè? Ja, hij heeft vandaag ook gescoord. Ja. Dan kunnen we het doen. Ik bedoel, Benatia is ook een half bloedje. De Costa was ook een half bloedje. Weet je wel, zo zijn er... weet je, kijk, tuurlijk, je wil het liefste
wij zijn allemaal trots op elkaar. En zeker als het gaat om nationaal team. Dus je wil eigenlijk een speler hebben in dat team die, ja, die ook trots is. Trots is om, het voor, ja, om voor het land te spelen, om voor de vlag te spelen. Dat mis je continu, hè? Verkeerd, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben echt niet tegen half bloedjes of wat dan ook. Ik hoop ook dat er een halve Nederlander, half Marokkaan ooit opduikt die heel goed kan keepen. Want dan is de cirkel rond en dan hebben we eindelijk die betrouwbare keeper. Waar het mij om gaat is dat als je structurele oplossing wil hebben, dan moet die competitie gewoon talenten en spelers afleveren. Ja. En dan heb je een structurele oplossing. En anders zijn we over 8 jaar nog steeds weer aan het praten over een talentje bij Bayern München, waarvan de opa toevallig in Marokko is geboren, weet je wel, zoiets. Maar ben je het niet met me eens, Mustafa, dat het niveau van de bottola dan drastisch omhoog moet? Ja, dat kan niet gebeuren. En dat die voorzitters veel sneller die spelers moeten laten gaan en ze niet zien als bezit. Daar ben ik het absoluut mee eens. Daarnaast ook als we naar de lange termijn ontwikkeling kijken, dan is het onvermijdelijk dat steeds meer Europese Marokkanen, kijk, tweede generatie neigt nog veel naar Marokko, maar de derde generatie zal natuurlijk steeds meer naar Europa neigen. Waardoor je dus veel meer spelers zal hebben die voor Europese landen gaan spelen. En als je die lange termijn ontwikkeling in de gaten houdt, ook als land zelf, dan moet je daarop reageren. Maar precies wat jij zegt, voorzitters van clubs die spelers ook in kleedkamers opsluiten om ze contracten te laten ontbinden, ja, dat is natuurlijk belachelijk. Maar ben jij bang dus dat de volgende generaties sneller gaan kiezen voor België, Duitsland, Marokko, Frankrijk? Dat is geen vrees, dat is een verwachting. Of hij dat nou leuk vindt of niet. Maar dat verwacht je wel. Ja, ja, tuurlijk. Ja, jij denkt echt dat jouw zoon voor Marokko gaat spelen, maar die nee, dat is al geregeld. Ja. Dat is al geregeld. Anders wordt hij ontdekt. Nee, maar het is wel goed, denk ik, om vast te stellen dat 1, Frankrijk, Nederland, Spanje en al die landen maar 11 spelers kunnen opstellen. Ja. Dus dat is al een geruststelling. En de tweede geruststelling is dat onze vrouwen nog steeds een heel goed exportproduct zijn. Dus dat is een grotere vijver om uit te vissen. Dat denk ik ook. Ik denk dat je, kijk, zeker in Europa veel meer Marokkanen gaat krijgen op niveau. Dat zie je in de Eredivisie alleen al. Dus uiteindelijk, nu kunnen we bijvoorbeeld nog kiezen uit, ik zeg maar wat, 100 Marokkanen in Europa die potentieel kandidaat zijn voor het nationaal team. Ik denk over 10, 20 jaar zijn het tot de 500. Dus, ja, denken jullie dat nu wat bijvoorbeeld de NBA is met donkere spelers, dat dan de Eredivisie gaat worden met Marokkaanse spelers? Niet zo misschien, maar ik denk... Evenveel. We zitten nu op ongeveer 8 tot 10%. Uiteindelijk gaat dat naar de 15%. Daar ben ik van overtuigd. Die 15%, zodat je onderbreekt, dat is dan ook in Duitsland het geval, in België, in Frankrijk... Ja. Ja. Die olievlek, die verspreidt zich overal. Die COVID-19, die verspreidt zich wel, weet je wel. Ben ik gedeeltelijk mee eens. Kijk, de combinatie tussen de geweldige organisatie hier in Nederland, waarin alles perfect is georganiseerd, in combinatie met het talent van Marokkaanse spelers, en ook dat Marokkanen nog eigenlijk de enige groep zijn die nog buiten voetballen, om zo te zeggen. Dat is een gouden combinatie, want in de combinatie van Nederland-Marokko is gewoon perfect. Als je het vergelijkt met België-Marokko, met Duitsland-Marokko en andere landen waar je Marokkaanse gemeenschap hebt. In Engeland heb je natuurlijk ook Marokkaanse gemeenschappen. Dan komt eigenlijk de Marokkaanse gemeenschap in Frankrijk in de buurt, terwijl daar een miljoen Marokkanen wonen. Snap je wat ik bedoel? Wij doen het fantastisch goed in Nederland. Echt bizar goed. Ik denk ook dat het te maken heeft dat de Eredivisie is echt op ons lijf geschreven. Is niet super, super fysiek. Als je heel technisch bent, ik denk dat daarom de Marokkanen in Frankrijk het moeilijker hebben. Daar speel je tegen tegen kasten in de jeugdopleiding al. Moeilijker om door te breken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus ik denk dat de Eredivisie van Marokkanen het meest idealitaire is om door te breken. Ja, dat zie je ook aan die Soheib, 18 jaar, komt van de AI en die mag al debuteren in de Eredivisie. Ja, dat zou in Frankrijk never nooit gebeuren. Of je moet echt een exceptioneel talent zijn, à la Kai Ruiz dan bijvoorbeeld. Dus, ja, maar hij kan debuteren, maar hoe lang blijft hij het volhouden? Begrijp je? En niet alleen over Soheib, maar over meerdere. Begrijp je? En misschien is dat ook gebeurd in bijvoorbeeld in Frankrijk, dat ze wel debuteren, maar toch nooit die kans krijgen om door te blijven gaan. Ja, maar weet je, Youssef, in Frankrijk debuteer je al een stuk moeilijker in een eerste helft. Ben je al ouder, ja. Je bent echt die stap is al veel groter. Klopt. En als je het daar eenmaal hebt gedaan, dan is de kans ook wel groot dat je blijft aanhaken. Ja. Ja. Die lat ligt...
de voetballer nergens ter wereld zoveel Marokkanen in een competitie, behalve de Botola, dan in Nederland. Ja. Dat zegt dan genoeg. Dat zegt heel veel. Ja, hoe zit het dan in League 2 in Frankrijk? Volgens mij voetbal daar ook wel, toch? Ja, dat is League 2. We kijken alleen naar het hoogste niveau. Nee, klopt. Maar bijvoorbeeld in de keukenkampioen divisie, daar heb je ook heel veel Marokkaanse spelers. Hoeveel... Steeds meer, klopt. En ook ja, precies. Maar kijk, dat is ook pas de laatste tijd zo. Maar hoeveel gaat het doorbreken naar de eredivisie? Of, weet je? Ja, dat weet ik. Er zitten ook spelers daar die 23 zijn. Klopt. Ja, die moesten al die stappen hebben gemaakt 2 jaar geleden. Ja, maar kijk naar Karkoes. Die is nu 24, 25, 26? 25 bijna. 25, ja. Sami Bourar van Eindhoven. Ja, speelde in de basis. Is 24. Heeft ook maar... in de 3 bij Eindhoven gezeten. Aan de andere kant, de Marokprofs die in 2004 een paar wedstrijden speelden, daar konden ze ook met gemak konden ze, daar een elftal met Nederlands-Marokkaanse jongens opstellen. Ook met hele goede wissels. Laat staan 16 jaar later, want dat is al 16 jaar geleden. Dus het is echt wel al een tijdje aan de gang. Hoor. Ook in de keukenkampioen-divisie spelen ook veel meer Marokkaanse jongens dan in de Ligue 2, absoluut. Ja. Jongens, morgen AZ uit tegen Dynamo Kiev voor de Champions League. Dries is erbij. Ik heb begrepen dat hij in principe max een half uur kan spelen. Als hij al kan spelen. Dus het wordt echt een gok. Een gok voor de korte termijn, dus die Champions League. Of een gok voor de lange termijn. Niet spelen en focussen op de Eredivisie. Dat is wel een groot gemis, hè? Ja, als je hem niet hebt, dan is het... dan mis je gewoon dreiging. En niemand kan zijn plek daarover vullen. Dus je gaat echt missen. Je gaat hem echt missen. Ik ben benieuwd of hij dan ook nog... eerlijk gezegd, daar nog gaat blijven als geen Champions League gaan spelen. Zou sommige nog een stap kunnen maken? Ik denk niet dat hij in luxe positie zit, hoor. Wat zeg je? Ik denk niet dat Idrissi op dit moment in een luxe positie zit dat hij kan zeggen, als we Champions League niet halen, ga ik weg. Nee, maar er waren wel natuurlijk, het speelde al wel wat, hoor. Dus in principe zou hij wel weg kunnen. Maar ik denk niet dat dat gaat liggen aan wel of geen Champions League. Nee, maar meer voor hem. Ik bedoel, als ze Champions League halen, is natuurlijk een reden om zeker te blijven. Als ze dat niet halen, ja. Als jij morgen wint van Kiev, dan ben je er nog niet, hè? Nee, dan moet je nog een wedstrijd. Waarschijnlijk. De winnaar van PAOK Benfica, volgens mij. Agent tegen... Benfica? Ja, maar wat ik ook wilde aangeven, het is ook nog best rustig, hè, op het transferfront. Ja. Vaak is het ook een sneeuwbaleffect van die club koopt die speler en dan moet de andere club ook weer iemand kopen en dan moet die andere club ook weer iemand komen en zo gaat het balletje rollen. Meestal is dat zo, maar het lijkt er nu op alsof er niet zoveel gebeurt. Dus ook wat dat betreft lijkt een transfer niet... Maar tot begin oktober, toch? Volgens mij. Ja. Of oktober, volgens mij. Ja. Ja, dus een paar weken. Nog er zijn wel 2 geruchten waar ik met smacht naar kijk. Ja? Of had je die al, was dat voor je volgende onderwerp? Ik weet niet wat de gerucht is. 2 transfergeruchten? Nee. Emin Harit naar Atalanta Bergamo? Dat hebben we al besproken vrijdag. Oh ja. Is dat oud nieuws? Dat is oud nieuws, ja. Voor Mokro Insight is dat oud nieuws. Oké. En Boefan naar Betis eventueel. Ja, hebben we ook besproken. Ja, lekker dan. Ja. Maar niet met ons, nee. Nee, niet met ons, ja. Nee, maar ja, je mag altijd... wat wil je? Prima, wat vind je? Moet je reactie onderschrijven, Nordin, Tom Cruise, bij van afgelopen vrijdag. Dan kan je erover bespreken. Ja, ik ben helemaal... ik heb vrijdag die andere VI gekeken, die echte, zeg maar. Ah, ja. Wij zijn zeker de neppen. We zijn die mokro-versie. De echte, zegt hij. Ja. Maar goed, ik hoop dat die stap maken, jongens. Laat ik dat even gezegd hebben. Wat zeg je? Ik hoop dat die twee jongens de stap maken naar de nieuwe ploeg. Ja, Boefal moet gewoon naar een club gaan waar hij speelt. Maakt niet uit waar naartoe, als je maar speelt. Ja. In potentie fantastische voetballer. Maar in de praktijk, dan hebben we het weer over... Boefal is een beetje de Van der Vaart. En Nordin Amrabat is de Robben. Ja. Dat wat ik bedoel? Dat is, hij is in potentie is een fantastische voetballer. Maar ja, hoeveel goede wedstrijden heeft hij gespeeld in heel zijn leven? Misschien 10? Nee, ja, iedereen kent die ene goal nog van eigen helft. Maar daarna blijft het eigenlijk goed. Die was wel heel mooi trouwens. Ja, die was wel goed, ja. Kijk, en Emin Harit die deed het ook heel goed, hè, bij Schalke. Dus tot de winst. Zou ik wel leuk vinden voor hem.
Maar kijk, het probleem met beide spelers, en vooral Emin Harit, vind ik ontzettend jammer dat hij op het WK tijdens de eerste wedstrijd in de basis begon. Want Renard had eigenlijk de perfecte opstelling van allemaal spelers die bij balverlies goed gingen jagen en bij balbezit de bal snel rond lieten gaan. Ja. Dan laat je opeens zo'n dribbelaar erin, die eigenlijk dat hele spel ging ontregelen. En dat vond ik zo jammer. Dus ik vraag me ook af, ik weet ook niet wat de speelwijze van de nieuwe bondscoach zal zijn, maar of je dat soort dribbelaars, dat soort ontregelaars sowieso nodig hebt in de basis. Het lijken mij meer spelers om erin te zetten, maar ik weet niet hoe jullie daarin staan. Hey, ik vind Harit wel in potentie wel een basisspeler. Wat ik heb gezien bij Schalke was hij echt wel goed. Echt wel een beetje een valse spits, achter de spits, veel doelpunt, assist. Dus dat Boval zie ik echt als ideale aanvaller. Naast 20 minuten, 25 minuten, dek is kapot gespeeld, er komt veel ruimte. Ideale invaller bedoel je? Ja, vind ik wel, nu. Ik bedoel, op links zou ik sowieso nu altijd voor Idrissi kiezen. Echt blind gewoon. Daar ben ik dus, dat is ook een beetje lastig, hè. Kijk, je kan wel, als we het hebben over Idrissi, toevallig even snel, en dan maak ik aan zelf toch. Als we praten dan over, hij moet voor Marco kiezen. Ja, oké, maar moet hij ook bij Marco zelf dan in baas staan? En dat is ook zoiets, nooit een zekerheid die hij zal hebben. Nee, tuurlijk niet. Nee, dus zeggen wel altijd van, bijvoorbeeld een Getaren, die kan voor Nederland kiezen, maar bij Marco gaat hij sowieso altijd spelen, maar dat is ook nooit zeker. En die voorbeeld zie je dus nu terug bij Idrissi. Terwijl het echt jammer is. Hij is gewoon de beste linksbuiten op dit moment die we hebben. Maar toch nog die kans krijgt hij niet. Nee, nog niet. Hij heeft nog niet echt veel kansen gekregen. Maar helemaal niet eigenlijk. Nee, hij heeft twee wedstrijden gespeeld. Nou, laat ik het zo zeggen. Hij heeft wel een paar oefenduels meegedaan. Of tenminste delen van oefenduels. En wij kennen hem van AZ. En wij zien dat hij daar allemaal fantastische dingen doet. Maar die heeft hij nog niet in het groen. Maar hoe lang geleden is dat dan, Nodin? Wat bedoel je? Hoe lang geleden is dat in bij Marokkaanse elftal? En hoe lang geleden heb jij bij AZ heel goed gezien? Hoe lang geleden hebben wij überhaupt interlands gehad? Nee, klopt. Maar Idrissi bij Marokkaanse elftal is volgens mij 2 jaar geleden of zo. Of 1,5 jaar geleden. Ja, en hoe lang geleden is het echt zo dat hij echt continu echt vlamt? Dat is al 1,5 jaar. Wat Noordin bedoelt te zeggen, en daar ben ik het wel mee eens, en dat ligt niet alleen in Idrissi, maar de beste wedstrijden heeft hij niet gespeeld bij het Marokkaanse elftal. En dat komt omdat ze bij Marokko totaal anders spelen dan bij AZ. En hij is wel een type speler, die moet je in zijn kracht gebruiken. En dat betekent, als je linksbuiten staat, dan heb je een linksbuiten of een linksback nodig, die overheen komt. Ja, klopt. Want als je dat niet hebt, dan wordt hij heel voorspelbaar en dan legt hij het af. Dus hij moet altijd 2 opties hebben. En we hebben tot nu toe niet echt. Mendil heeft daar een paar keer linksback gestaan. Maar die begrijpt het niet. Het heeft ook tijd nodig, hè? Ik bedoel bijvoorbeeld Boussoufa en El Ahmadi. Die hebben, denk ik, 30 of 40 interlands eerst een beetje mogen aanronden. En daarna werden het geweldige spelers. Dat waren echt 2 fantastische spelers op het einde. Maar dat heeft echt wel tientallen interlands gekost. Ja. En laat je Ali Idrissi inderdaad gewoon lekker voetbal, dan komt het op een gegeven moment wel uit. Dat weten wij van AZ. Ja, klopt. Alleen 2 dingen. Kijk, hij zit nu wel 24, hè, of 25. Dus hij moet nu wel die kans continu krijgen. Het andere ding is, kijk, hij moet ook niet, volgens mij is hij ook niet zo in zijn hoofd, wat Noordin zegt, van ja, hij heeft een linksback nodig. Tuurlijk, het is mooi meegenomen als je een linksback hebt die opkomt, maar je moet het wel voor jezelf laten zien. En dat laat hij ook wel zien bij AZ. Het is niet continu zo dat er een linksback meekomt en dat hij dan pas gevaarlijk is. Hij is ook gevaarlijk zonder een linksback. Nee. Kijk, dat klopt. Alleen Idrissi is geen Anthony. Anthony heeft in principe niemand nodig. Die maakt zijn acties op snelheid. Idrissi kan beide kanten op gaan. Maar hij heeft dus een back nodig. Zodat de back van de tegenstander moet kiezen. En dan kan hij of naar binnen aan een krullen. Of hij steekt hem heel goed mee. Hij is meer een teamspeler. Hij is geen individualistische speler. Hij is een teamspeler. Ja, maar alle succesvolle teams hebben een goede linksback of rechtsback. Als je in deze tijd prijzen wil winnen, dan heb je gewoon een goede linksback en rechtsback nodig. Dus of het nou om El Idrissi gaat of om een andere buitenspeler, we hebben sowieso op termijn een goede linksback nodig. En daar maak ik mij het meeste zorgen over. Dat sowieso dat kwaliteitsverschil tussen de linksback en Ashraf Hakimi, en we hebben ook nog Mazraoui achter de hand, dat gewoon heel groot is en dat we een zwakke linkerkant hebben. Ja. Zou je, Mustafa, zou je kiezen voor Hamza Mendy als linksback of Mazraoui? Ik heb Mazraoui te weinig op linksback gezien om dat te weten. Maar je doet het met wat je hebt. En dat is op dit moment Mendy, denk ik. Of je zou Hakimi gewoon weer op linksback moeten doen. Nee, en dan Mazraoui op rechtsback.
Daar ben ik, want Hakim is gewoon een van de beste spelers van Marokkaanse elftal. Die vind ik persoonlijk. Moet je gewoon op zijn positie laten. Dat hij echt... Hij is dat gewend. Hij is niet gewend om vanuit links naar binnen te gaan. En zijn linker is veel zwakker dan zijn rechter. Dus ik denk sowieso dat hij continu op de rechtsback positie moet blijven. Jongens, ja, dus laten we hopen dat we een goede linksback krijgen op termijn. Ja, ik denk dat als Mendil gewoon veel gaat spelen. Hij is weer terug bij Schalke. Als hij basisspeler wordt, dan... Hij heeft de afgelopen seizoen goed gespeeld bij Dijon in Frankrijk. Dus ik heb daar nog wel vertrouwen in. Hij is nog jong, hè? Dus dat komt wel goed. KNVB, Rijkaard heeft nee gezegd. Bos heeft nee gezegd. Nederland in paniek. Wij hopen allemaal op Frank de Boer. Met Ronald, met Marco van Basten en Danny Blind. het is wel zo toevallig dat alles wat we besproken hebben, Nordin, dat het wel een soort van bijna uitkomt, hè? Hetaren speelt niet, hij is niet ingevallen. Marokkaans boze oog is gevallen op hem misschien. Dat is geen toeval, dat is gewoon vooruit inschrijven, hoe noem je dat? Voortschrijdend inzicht bedoel je? Voortschrijdend inzicht, juist. Kijk, als je een beetje kennis hebt en een beetje ziet hoe dingen gaan lopen. Kijk, ik wist dat Iataren op de bank zou beginnen. En ik wist ook, Lodewijk kennende, geen trainer, geen bondscoach, te dom om hem niet een paar minuten te geven. Gewoon dom, is gewoon naïef en dom. Ik ben er alleen maar blij mee. We hebben... Maar toevallig omdat we toen het over Iataren hadden, nu nog steeds weer, denk je niet dat Lodewijk hem niet heeft ingezet vanwege zijn gewicht? Nee. Dat ook zomaar kunnen, hè? Nee, want hij heeft Wijndal natuurlijk geen minuten gegeven. En hij heeft geen minuten gegeven. Hij was gewoon te veel bezig met de wedstrijden. En dat mag op zich ook wel. Weet je, 1-0 voor tegen Polen. Hij stond ook achter. Hij stond ook achter, toch? Ja, tegen Italië wel. Tegen Polen, tegen Polen niet. 1-0 tegen Polen stond voor. Hij wilde gewoon geen risico's nemen. Terwijl, ja, je kan ook denken, jongens, het is niet de Nations League. Het is eigenlijk verregeld door de vriendschappelijke wedstrijden. Je staat 1-0 voor tegen Polen. Ik bedoel, dan kun je best eerst daar al is maar van 5 minuten, we hebben het over. Ik bedoel, hij brengt Luc de Jong de blessuretijd erin. Ja, als je een beetje slim bent en een beetje van beleid weet, dan stop je dat gezeik voor hun. Ja. Dat is... nu kabbelt het door, dat is gewoon niet slim inderdaad. Maar terug over Bondscoach, wat zei dus? Ja, Rijkaard Bos, nee. Youssef, wie denk jij de... Ik had gehoopt op het begin op Rijkaard en Louis van Gaal, wat ik had gezegd. Een beetje puur vanwege afwisseling. Ja. Maar ik las laatst ergens dat ze bewust soort van Rijkaard hebben gevraagd. Omdat hij toch aan nee zou zeggen. En puur vanwege zijn, weet je, vanwege een beetje multiculturele in KVB. Hebben ze dat bewust gedaan en toch nog nee gezegd. Zodat ze nu kunnen focussen op echt iemand ja, met hem misschien toch wel een blank. Die wit is. Ja. Ja, dus ik denk dat ze toch wel uitkomen misschien bij toch Louis van Gaal. Noorden? Ja, ik heb vorige keer al gezegd dat ik hoop Louis van Gaal, maar als ik de berichten nu een beetje volg, ik denk niet dat de KNVB en de Spelersraad eventueel of Virgil van Dijk of wie dan ook, ja, niet echt op Louis zitten te wachten, omdat het ook een ander type is dan Koeman, et cetera. Dus ik denk dat ze gaan verrassen dat ze met een van die jongens van de nieuwe generatie komt. Dus een Gio of een Cocu, dat soort types. Maar die zijn allemaal bezet, dus dan is het voor Frank de Boer. Ja, bezet. Gio zit in China, toch? Ja, voor veel geld, hè? Ja, dus dat zie ik nog wel gebeuren. En Cocu zit bij Derby County? Ja. Nou ja, Championship, dat is ook niet dat je denkt van wauw. Dus nee, dus ik denk dat ze wel in die vijver terechtkomen. Als Peter Bos niet wil, want die staat op zich. Goed op. Hey, Bos wilde niet, Mustafa? Ik denk dat ze op een compromis uit gaan komen. Dat ze misschien voor Bert van Marwijk gaan. Dat lijkt me een acceptabele man die iedereen gewoon wel oké vindt. En natuurlijk uitstekend gedaan op het WK. En dan Van Bommel dan op deze manier weer de kans krijgt om te rehabiliteren. Dat lijkt me wel een aardig scenario waar ik ook benieuwd naar ben. Van Marwijk wil misschien natuurlijk ook revanche nemen voor dat EK in 2012, wat niet zo goed afliep. Ik denk niet dat ze voor Henk ten Katen gaan, want die had een keer een sollicitatiegesprek op laten nemen, dus daar hebben ze geen goede ervaringen mee. En Ruud Gullit zou ik geweldig vinden, maar ik denk ook niet dat dat gaat worden. Ja. Ik zou, ja,
Ja, ik kom nog steeds op een donkere trainer. Jurgen Streppel. Hè? Jurgen Streppel hoop jij. Ja, dan moet hij wel een paar zonnebankjes pakken de komende tijd. Henk Vrezer. Nee. Wat je moet doen, blijf van Vrezer af. Henk Vrezer, ooit op termijn zeker. Als assistent van Ten Kate zou zeker kunnen. Maar ik merk dat ik dan nooit in te veel pijn doe. Dus Vrezer die blijft voorlopig even bij Sparta. Nee. Ook kijken of hij daar goed blijft doen, hè, Vrezer. Ook kijken of hij daar goed blijft doen bij Sparta, Vrezer. Nee, maakt niet uit. Al degradeert hij, dan moet Vrezer nog steeds blijven. Dan ligt het in ieder geval niet aan Vrezer. Nee, het ligt nooit aan Vrezer, dat klopt. Hey, en denken jullie ook misschien niet aan, want die naam horen we helemaal niet, Clarence Seedorf en Patrick Kluivert? Ja. Daar hebben we het vorige week over gehad, maar... Ja. Oké. Okay. Ik denk, nee, dat duo, denk ik, dat zullen ze nooit doen, omdat ze allebei relatief min of meer onervaren zijn. We hebben altijd een zwaar gewicht qua leeftijd in combinatie met de nieuwe generatie. Gullit, Seedorf en Kluivert, dat trio zou toch top zijn? Ja, maar alleen als Bogarde erbij komt. Ja. Ja, dat is wishful thinking. Ik denk van al deze opties dat Mustafa misschien nog wel aan het langste eind trekt. Want met Van Bommel heb je een van die lui uit die generatie die ik noemde. En ik denk dat Van Marwijk sowieso een hele goede naam heeft bij de KNVB. En in Nederland aan zich, weet je wel. Als je er niet uitkomt als club, dan neem je Van Marwijk. Ja, die een aantal jaren niks meer gedaan. Nee, ja. Hij heeft toch bij PSV heeft toch Van Bommel een beetje geholpen. Nou, niet echt blijkbaar. Ja, nee, ja, niet echt succesvol. Maar had dat toch een functie? Ja, ja, was tot adviseur, ja. Ja, dan ben je een soort van assistent-trainer, toch? Ja. Ik denk sowieso dat ze echt Loever gaan nodig hebben. Dat is puur, weet je, ze hebben gezien, Nederlands elftal, Nederlands volk en Nederlands iedereen. Ze hebben gezien van, tegen Italië was gewoon dramatisch. Dus ze hebben echt iemand nodig, gewoon die gaat schreeuwen tijdens wedstrijden. Ja, en die gaat wisselen, die gaat de veldman eruit haalt. Weet je, ja. Gewoon, ook al is hij verdediger. En ze gaan niet meer zo'n laf persoon nemen. Hij gaat botsen met die spelers van Gaal. Hij gaat botsen. Dit zijn jongens die zijn ook succesvol, maar met andere soort trainers. Ik bedoel, Wijnaldum en Van Dijk met Klopp. Van Gaal. Nee, maar met wie heeft Van Gaal ooit gebotst? Met wie niet? Nee, maar met spelers, hè? Ja, Wesley Sneijder. Maar kijk, Wesley Sneijder was terecht, hè? Ja. Dat weet ik niet dat terecht is. Nou, hij speelde niet top. Hij was ook niet fit. Rivaldo. Rivaldo was de beste speler van de wereld. Oké, weet ik, maar op dat moment... Ja, is het misschien een foutje van hem. Maar op dit moment, bij het Nederlands elftal... Ja, de enige met wie die niet echt mag botsen is bijvoorbeeld een Virgil van Dijk voor de rest. Depay. Ja, maar met Depay, ja, hallo, die was ook slecht, hè? Die was ook echt slecht vorige week. Ja, hij was ook slecht. Alleen, ik weet niet of... Kijk, het gaat de afgelopen 2 jaar goed onder Koeman. Je merkt... Het merendeel van de spelers zit niet op Van Gaal te wachten. Dan moet je als KNVB ook niet koppen gaan doen en alles wat eigenlijk is opgebouwd op het spel zetten voor Van Gaal. Zou ze dat bij Marokko ook doen? Als ze op zoek zijn naar een nieuwe bondscoach, dat ze dan gaan praten met Benatia? Ja, denk je nou echt dat één speler überhaupt wist dat Vaid bestond? Nee. Maar KNVB zelf al? Nee. Nee, dat is... Dat doen ze volgens mij allemaal buiten spelers om. Nee, dat... Is dat misschien ook de beste manier om het te doen? Communiceren wel, erover praten wel. Ja. Maar eigenlijk erover praten, dat is het enige wat je kan doen. Maar niet echt namen naar voren schrijven van, die willen we niet, die willen we wel. Ja, maar als je gaat praten, krijg je dat automatisch. Want waarom ga je anders praten? Nee, je kan zeggen van, weet je, we willen niet iemand die dominant is, die continu de baas voor ons is. Weet je, zo'n zoekprofiel, dat kan je schetsen. Natuurlijk, ja, misschien dat er een naam voorkomt. Dat kan. Maar niet dat je... Ik vind het heel logisch om dat bij Oranje wel te doen en bij Marokko absoluut onlogisch. Ja, kijk, het probleem van Marokko is... kijk, Nederland, het Nederlands elftal, zijn voornamelijk allemaal Nederlanders. Marokkaanse elftal zijn geen Marokkanen. Heb je groepjes. Nederlanders in, Fransen in, weet je, Marokkanen in. Dus iedereen denkt totaal anders. Die verschillen zijn volgens mij veel groter... Dan in het Nederlands elftal. Ze zien elkaar veel minder dan bij het Nederlands elftal. De spelers bij het Nederlands elftal die spelen of met elkaar
Of die zijn met elkaar aan het chillen. Ja, of kennen elkaar uit de jeugd, vanuit de jeugd, selecties, ja. Noem ze maar op. Moet er een naar terugkomen? Ja, daar zou ik zeker niet op tegen zijn. Ik was altijd tevreden over Renaar, omdat hij gewoon, gewoon realistisch voetbal speelde. Ik was ook tevreden met Renaar en hij had echt, zeker in de jaar 2017, 2018, had hij echt de ingrediënten eindelijk gevonden om er een team van te maken. Een team dat presteerde, dat eindelijk de groepsfase overleefde. Ja. Maar goed, deze nieuwe bondscoach heeft ook niet echt veel wedstrijden gehad. Dus we kunnen hem eigenlijk niet beoordelen. Nee. Maar ik was net als Nordin en misschien zag ook jij, Nordin, niet ontevreden met Renaar. Daar was ik wel blij mee. Maar nou, laten we eerst even kijken wat deze bondscoach doet. En hopen dat Regragui komt. Hè? Want dat wordt eindelijk een coach. Dat schijnt ook niet de meest simpele persoon te zijn, hoor. Ja, maar welke Marokkaan is simpel? Ik heb ook, zeg maar, aan de Lo die onder hem hebben getraind. Ja. Nou, dat is ook niet. Dat vertel ik jullie wel privé. Ja. Dat is ook maar goed. Maar kijk, het gaat me niet per se om. Het gaat me niet per se om Regragui persoonlijk. Waar het mij meer om gaat, is dat ik ook graag wil zien dat wat oud-spelers ook even de uitdaging aangaan. Van de generatie van 98 hebben we volgens mij niemand gezien. Hebben we ook niet van kunnen genieten. Nou, nu dan de generatie van 2004. Hij lijkt de enige te zijn op dit moment. En Aziz Benaskar, die ook volgens mij coacht in Qatar. Ja, Sertiu doet het ook goed, hoor. Sertiu heb je ook natuurlijk. Dus dat geeft wel wat hoop. En ja, jongens toch die ook in Europa hebben gevoetbald. En die veel ervaring hebben en hopelijk ja, ook dat coachen op een hoger niveau kunnen brengen. Daar gaat het mij meer om. Niet per se Regragui. Ja, Sertiu, Ramzi zou een ideaal duo zijn. Ja. Weddoe? Ja, die is nou assistent in Algerije? Ja, ik weet niet welke functie, maar daar zit hij inderdaad. Ja. Aardig klusje, hoor. Hè? Aardig klusje. Ja, zeker. Ik ben assistent van de kampioen van Afrika, hè? Ik bedoel, dat is niet niks. Nee, klopt. Er is een beetje met ruzie weggaan door Marokko. Is dat zo? Ja, hij heeft op Twitter inderdaad aangegeven dat het niet helemaal lekker is gegaan in de communicatie en samenwerking met de bond. Maar volgens mij heeft hij zich niet echt uitgelaten wat er precies dan niet goed ging. Ja, kijk, als je ja, want ik had ook een paar weken geleden gezegd van het liefst, weet je, zo iemand als toen we het hadden voor Boussoufa. Ik vind persoonlijk zo iemand kan ook gewoon best daarvoor. Want die is echt gek op het elftal, weet je. Die huilde als enige toen we WK haalden. Hè? Als enige deed hem echt wat, weet je. Iedereen was blij natuurlijk, maar hij was gewoon echt in tranen, die man. En plus, hij kan met iedereen overweg, spreekt alle talen. Weet je, behalve Spaans volgens mij. Ja, die zou mooi zijn. Officieel nog niet gestopt, hè. Dus volgens mij zijn ze nog steeds aan het wachten op FC Utrecht of FC Twente, noem het maar op. Nee. Ja, trouwens, je hebt het nu over FC Utrecht. Noordin Amrabat, volgens mij, die zei dat hij bij FC Utrecht past, had ik gelezen. Ja, klopt. Die wil daar misschien. Dat is gewoon een hele slimme move. Omdat hij weet dat hij nog een jaar of twee in Saudi-Arabië kan voetballen. En hij is nu alvast die voorzetjes aan het geven aan Jordi Zuid dan van luister, vriend. Volgend jaar kom ik. Ga niet gek doen, weet je wel? Dat is alleen maar slim. Hij is wel volgende week weer ook op tv, Studio Sport. Ja, maar dat is wel het verschil tussen iemand die een hbo-diploma heeft en iemand die 's nachts shawarma gaat eten. Met alles. Ja. Ja. Ja, ja, toch? Oh, met het talent van Amrabat heeft hij echt alles eruit gehaald. Ja, hij heeft wel. Ja, heb je gelijk. En dan schep je er bovenop. Vergeet niet dat die jongen gewoon bij SV Houten speelde op een gegeven moment. Ja, en Omnium daarna. En VVV, noem maar op. Ze brengen hetzelfde ook. Ja, als Utrecht-supporter zou ik heel blij zijn als hij zou komen, ook met de ervaring die hij meeneemt uit de Premier League en Spanje, voetbal, Turkije. Zou hij naast zijn rechtsback zetten of rechtshalf? Dat mag de coach uitzoeken. Oh. Ik weet in ieder geval wel dat ik vaak dan op de tribune zal zitten als Amrabat daar zou spelen. Ah, sowieso. Je hebt niet te klagen met Mahi, met Maher. Ik denk dat Boussaïd stiekem ook veel gaat spelen. Fantastisch voetballetje. Ja. Boussaïd zal waarschijnlijk staat op de nominatie om verhuurd te worden. Maar toch wel? Ja, omdat ze nu te veel van die grote namen voorin hebben. Oh ja, maar hij kan op middenveld ook heel goed spelen. Ik denk dat hij gewoon overheen uit de buiten, of overheen sowieso. Maar ja, hij is beter dan Ramselaar. Durf ik echt
Hij is echt wel beter dan Ramselaar. Nee, maar ik denk dat ze in hem vooral een buitenspeler zien, hè? Nee. Ja, Kerk gaat misschien ook, hè? Kerk gaat misschien, maar hij kan... Wie heb je nu? Elia, Mahi, hij? Kerk. Dalmau, voorin. Dalmau? Ja. Ja, je hebt wel pittige concurrentie. We gaan de top 3 aanvallen, jongens. Dat, als jij wil 2 wil aanvallen, dan moet je echt wel... Ja, dit jaar zullen jullie door de KNVB niet kloppen. Jongens, even serieus. De Willem 2 heeft gewoon fucking Champions League gespeeld, hè? Ja. Dat zullen we gewoon nooit vergeten, dit. Met de Ramzi, met Abdeloui. Yato Cisse. Yato Cisse, rechtsbuiten. Bombarda. Jesse Promayon. Ja. Ik ben trots op jullie kennis, jongens. Hou dat vol. Ja, je wint niet zomaar quizjes, hè? Trouwens, jongens, Chelsea 1 of 4, hè? Ja, zonder Ziyech is niet blij. Die speelt niet mee, hè? Die speelt niet mee, hè? Nee. Dus ik vind het met Chelsea niet interessant. Volgens mij ook niet tegen Liverpool. Gaat hij ook niet meespelen? Volgens mij niet, denk ik niet. Nee, hij zal een paar weken geblesseerd zijn. Jongens, ik ga jullie bedanken. De tijd is om. Graag gedaan, Nordin. Mag ik nog even een SO doen naar Adil Koryana? Die vroeg daarom eerder op de avond. Wie is dat? Adil Koryana is ook een stille volger van het Marokkaanse elftal. Misschien even. Ik als wij. 10 euro, hè? Die houdt zich alleen bezig met Facebook. Die reageert wel stevast onder elke post van 11 lijns, et cetera. Ja, abonnee? Zeker. Dan is het goed. Ja, SO naar Adil. Adil, SO naar jou. Dredi, chokran en tot de volgende keer. Ja, jongens. Het zit er weer op. Morgenavond. Oussama Idrissi, Champions League. Ik hoop dat hij... minimaal een half uurtje mee kan pikken. Belangrijk voor AZ, belangrijk voor Oussama en belangrijk natuurlijk voor onze voetbalfans. Laten we hopen dat AZ de volgende ronde doorkomt. Vierde ronde, play-offs, Champions League, groepsfase. Samen met Ajax, zou mooi zijn toch? Ja, verder, ik zou zeggen, toch die duimpjes. Blijf ze geven. Blijf liefde geven, blijf reageren, blijf abonneren. Liefde. I love liefde. Marokkaans trots. Nog steeds te bestellen via www.bol.com. Niet vergeten. Binnenkort is het... Kijk, is er binnenkort een feestdag? Dierendag, 4 oktober. Ideaal cadeau. is er nog een andere feestdag binnenkort? Maakt niet uit. Gewoon willekeurig. Als iemand je liefde wil tonen... Of als je iemand zijn excuses wil aanbieden. Of als je gewoon vriendelijkheid aan een vriend en een vriendin kun je gewoon geven. Voor nu zeg ik jongens, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer. Assalamu alaikum.